Vannacht tussen 1 en 3 bestaat er om 1 uur. Beste lopers, ik zou bijna zeggen ontzettend lieve lopers, want jullie hebben het voor het 5e jaar gedaan voor ons in Haren, de bevrijdingsvuur gehaald in Wageningen. En ik denk dat de omstandigheden nog nooit zo slecht zijn geweest. En ik heb ook een beetje stiekem gehoord dat jullie ook af en toe één loper hebben gedaan. Nee? Oh, daar ben ik verkeerd geïnformeerd. Oh jee. Oh jee. Maar het is toch wel bar en boos geweest vannacht. En jullie hebben wel een beetje voorgedrongen en zijn om 1:15 al gaan lopen. Dat heb ik ook gehoord. Dus kijk, mijn informatiebronnen zijn toch goed. Maar ik ben ontzettend blij als burgemeester dat jullie dat voor ons willen doen. En met alle liefde het bevrijdingsvuur van 70 jaar bevrijd voor ons hebben willen halen. En we zijn enorm trots en ik wil jullie ook graag een hartelijk applaus geven. Ja, dat is wel.
Nee, we zijn niet compleet Chris Chris, is nou je denk. Chris. Chris is ja, ik ook goed. Ja, ik ook wel. Bij de opening van de bonsai tentoonstelling afgelopen zaterdag. En er was ook één vrouw op 7 maanden. Ik zei, oh, dat is echt wel overeenkomst tussen jullie te zien. Ik zei, dat schijnt hier naar normaal te zijn. Nou zie ik het weer, één vrouw en dan zoveel mannen eromheen. En ik heb niet anders. Het hele MT is ook mannen en het college is ook voor de mannen. Dus ja, dat is wel leuk. Ja, dat maakt het toch ook wel leuk, denk ik, en bijzonder. Ik wou toch even een paar mensen in het bijzonder bedanken. Als eerste John. John gaat elk jaar, nou niet elk jaar geloof ik, één keer gepast, maar bijna elk jaar mee om te rijden. Dat vinden we hartstikke fijn. Dank je wel. Dus als je aan voor jou dit eerste deze aandenken. Dank je. Dan als tweede Anneke. En om twee redenen. Anneke is de enige vrouw, dat is ook bijzonder denk ik. En ze gaat voor het vijfde jaar mee. Maar helaas, voor degene die het niet weet, Anneke gaat binnen 2-3 weken weg, 4 weken weg. En gaat 3 tot 5 jaar zeilen, zegt ze, de hele wereld rond. Maar heeft ze wel beloofd dat ze af en toe weer naar Nederland komt. Dus wij gaan er eigenlijk vanuit dat ze dat rond... Volgend jaar al Nederland. Maar goed, mocht je er volgend jaar niet bij zijn, wat zomaar zou kunnen, dan was dit voorlopig de laatste keer, alsjeblieft. Super, dank je wel. Nou. Ja, nou weet ik niet of ik voor iedereen een persoonlijk woordje heb, maar misschien... zal ik dat doen? Ja, wordt het niet te lang? Wow. Nou, dan gaan we... Er zijn wel een aantal mensen en die... Kijk, we zeggen altijd tegen iedereen, je mag zo vaak lopen als je wil en als je iets... kijk maar of je 1, 2 of 3 keer loopt. Maar wat ik eigenlijk wel elk jaar wel leuk vind, is dat iedereen het gevoel heeft... Ik heb het gevoel dat veel mensen zeg maar 1 of 2 keer extra willen lopen dan ze eigenlijk kunnen. Ja. Er zit nooit niemand in de bus. En dat geeft eigenlijk, dat vind ik op zich leuk, want daardoor wordt het toch zeg maar, het is niet echt een wedstrijd, maar het geeft toch wel extra dimensie eraan dat je niet met een Jantje van Leijen eraf maakt. Nou, dat geldt zeker niet voor Han. Han heeft denk ik het meest gelopen allemaal. Hij zei net 56 kilometer. Dus dat is, alsjeblieft Han, dat is heel bijzonder. Kees, onze oudste deelnemer, 72. Hij heeft hele stukken gefietst. Wie zegt dat? 70 pas. Nou, maar er zijn weinig mensen van 70 die gewoon zonder te klagen 4 uur door de... keiharde regen fietsen en daarna hun regenbroek uittrekken en lekker mee gaan lopen. Ik vind het heel knap. Peter. Ook, ik denk de ene oudste. Ook heel veel gelopen. Echt respect. En tot volgend jaar. De kans is groot. Dan hebben we nog de broertjes van Bokstel.
Maar ik denk ook voor het vijfde jaar meer. Gerard, toen moest 1 of 2 keer op vakantie in het begin, maar toen later... Moest? Oh! Moest! 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 Hij moet altijd zijn. Nou, heeft hij dat goed. Dan komt hij op zaterdag thuis, want dan kan hij op dinsdag meelopen. Ja. Ja. Dus dat heb je goed geregeld. Ja. We merkten het wel een beetje aan je conditie dat je een week op vakantie was geweest, maar... Ja. Maar alsjeblieft. Ja, nou, dan hebben we nog een oud Harenaar. De eerste keer toen hij in Haren woonde, woonde hij nog in Haren, denk ik. Ja, tweede keer ook. Tweede keer ook. Maar hij wil heel graag meelopen. Wij vinden dat hartstikke leuk. Dus Henk, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Dan zal het nog wel Haren zijn, denk ik. Denk het ook nog. Dan hadden we 1 nieuweling dit jaar. Hij liep wel eens 10 kilometer wedstrijden, zei hij. Ja. Nou, dat. En vandaag heb ik de 30 gelopen. Ik vind het echt. Super. Respect. Ja. Heb je daar net, hè? Ja, mezelf nog. Ja, een speech voor jezelf. Wie doet er nou weer over? Jou, hè? Ik heb er nog 2 over, dus ik neem er gewoon in mijn huis. Nou, daar gaan we dus nog niet vanaf. Want zo werkt het niet. We hebben Chris die organiseert elk jaar weer. Die stuurt mails. Die gaat vlug van zijn werk af de boodschappen halen. Waarbij je de opdracht krijgt van Kees. Vergeet de schrobbelen niet, anders ga ik niet mee. Die is je 1 keer vergeten, dan gaat hij nooit meer doen. En Anneke die denkt van, ik ga op vakantie, want die schrobbelen heeft me niet bevallen. Maar de grote organisator van heel dit gebeuren.